Richard Witsche, een hele donkere dag voor Ajax. Ja, zeer zeker. Ja. Moeilijk mee, schok ook. Ja. Je hebt Johan Cruijff meegemaakt als trainer, als mens. Hoe was hij? Ja. Hij heeft me natuurlijk laten debuteren. Me mee naar Barcelona genomen. Ja, altijd heel goed voor me geweest. En welke momenten denk je aan terug als je dit slechte nieuws hoort? Ja, je denkt aan je debuut, wat je meegemaakt hebt met hem allemaal. Hij heeft mezelf helpen verhuizen in Barcelona, dat soort dingen met zijn gezin. Ja, dat komt dan even hard aan, ja. Je hebt hem dagelijks meegemaakt. We wisten allemaal dat het ooit zou gebeuren, maar het is toch heel moeilijk. Ja, 4-5 maanden geleden hoorde ik al dat het ongeneeslijk ziek is, maar ineens krijg je toch weer de... Ja, het is wel een klap als je het hoort. Ja. Ja, hij heeft tot het laatste moment gestreden. Ja, typisch Johan Cruijff. Dat is Johan, ja. Vond me nog maar dat hij zelf niet eigen medicijnen heeft gemaakt, dat hij daar een oplossing voor had, maar dat mocht niet baten natuurlijk, maar ja, verschrikkelijk. Ja. Helemaal familie wens ik heel veel sterkte. Dankjewel, Richard. Oké. Okay. Yep.